de trajectcontrole op de Rijksweg A2 dan maar weer. Want het regent hier nog altijd bonnen. Maar goed nieuws, want wie zijn verkeersboete aanvecht, maakt grote kans zijn geld terug te krijgen. Wat heb jij bij het aanvechten van die boete voor argumenten gegeven om die boete weggescholden te krijgen? Laat ik zo zeggen, ik heb helemaal geen argumenten nog aangevoerd. Ik heb alleen een bopverzoekje ingediend. Maar waarom is de boete dan nietig verklaard? Dat is een hele goede vraag. Dat is waarschijnlijk omdat ze willen vermijden dat je een enorme discussie krijgt over en weer in correspondentie en bezwaarschriften en weer bezwaarschriften en hoge beroepen. Voor iets waarvan ze eigenlijk zelf ook wel weten dat het niet meer te begrijpen is. Jij hebt dus niets gedaan en die boete is wel kwijtgescholden. Wat zegt dat volgens jou? Nou goed, dat is heel duidelijk dat het Openbaar Ministerie eigenlijk gewoon een spelletje speelt met de mensen. Ik roep heel Nederland op om altijd in beroep te gaan. Tegen iedere boete en niet zomaar je portemonnee te trekken voor het crimineel justitieel incassobureau.